Breda Nu. Je weet het meteen. De straatvraag van vandaag is: doneert u wel eens aan een goed doel? Nou, op straat niet. Hier zeg maar ik doe wel mee aan de postcode loterij, vriendenloterij. Dat zijn ook goede doelen. Bij de hersenstichting zit ik bij en dan doe ik nog twee lozen in de, weet het gekke ding, de postcode loterij. Oh jee, ik krijg op mijn kop van mijn zoon dat ik veel te veel goede doelen geef. Ja, eigenlijk iedereen die bij mij aan de deur komt, daar, die krijgt van mij wat. Dan stop ik in de collectebus. Ja, ik geef aan de Belastingdienst. Is dat ook een goed doel of niet? Of stichting? Als ze komen collecteren, hè, aan de deur. Voor de goede doelen, ja. Vroeger wel aan Greenpeace. En nu als ze aan de deur komen, Hartstichting, ja, dan wil ik nog wel eens iets geven. Ja, Hartstichting, Epilepsiefonds, Rode Kruis, meerdere. Maar verder, zoals ze bij de deur komen of zo, over de Hartstichting of iets. In de collectebus. Laatst heb ik bij Albert Heijn kaarten gekocht voor kinderkanker volgens mij. En als ze langs de deur komen met een bus, doe ik er meestal wel iets in. Breda Nu. Je weet het meteen.